Oké. Nou, we gaan een B-plaat, een basisplaat maken voor de prothese. We hebben de gipsmodellen gemaakt. In dit geval is het roze gips. Je hebt ook andere kleuren, maar wij gebruiken roze. We hebben de randjes bijgewerkt. We hebben nu net werkmodel. En dan gaan we een basisplaat opmaken om onze pasprothese op te maken. Deze is van Kavex. Je hebt ook andere soorten, maar wij gebruiken deze. Die maken we eerst warm. Het is een thermoplastisch materiaal. Dus als we het warm maken, kan je het vervormen. En als het afkoelt, wordt het weer hard. Dat doen we regelmatig warm maken. En nu voelen we dat die al te vervormen is. En dan leggen we het model. En dan beginnen we met het palatum. Dan verwarmen we het hele speeltje voorzichtig na. En dan drukken we hem voorzichtig gelijkmatig, zodat er geen vouwen ontstaan op het model. Nou, in de randjes gebruiken we een hulpmiddeltje. Zo dun zijn de vingers nu. Die randen zijn best wel belangrijk, want als we hem veel groter maken, krijgen de mensen last van. Dan wordt die korter en dan zit hij niet zo lekker. Goed, nou is die te groot, zo past hij niet bij iemand in zijn mond. Dus we gaan een stukje afknippen. Maken we hem weer een beetje warm. En dan beginnen we hier zo. Eigenlijk maken we hem een beetje te groot. Maar is niet erg. Kijk, de oude prothese ligt tot hier. Ik weet niet of je het goed kan zien. Ja. We maken deze een beetje een stukje groter. Dat kan. En als mensen daar last van hebben, kunnen we hem altijd gewoon weer inkorten. Zo, dan leggen we hem nog een keertje terug. Drukken hem goed aan. Hup, gaat een vlammetje weer uit. Kijken of die nog goed zit. Hier is die een beetje verbrand. En dan doen we het met een klein brandertje. Gaan we heel voorzichtig. Waar de spieraanhechtingen zitten. Doe het met een mesje zo. Naar de linkerkant en de rechterkant. Zo. Hatsafats. En dan maken we de buitenkant warm. Maak je vinger een beetje nat en dan plakt het eraan. En dan leg je hem op model. Zo. En dan deze. Nu hebben we een basisplaat die netjes aan ligt, niet wipt. Ligt overal stabiel en hij kan er toch nog af. Nu kunnen we verder. Dit is de basis, de B-plaat. Ja.